Zakaria Labiat is een aanwinst voor Ajax. Nou, daar ben ik heel snel klaar mee. We gaan even een stukje varen. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Mag jij hem open? Mag ik hem open? Ik denk dat je salaris erin zit van het afgelopen jaar. Ja. Plan B. Bij misloop Europees voetbal moet Frank de Boer terugkomen bij Ajax. Wat ik aan deze stelling fout vind, is je moet nog aan het seizoen beginnen. En je zit nu al met je plan B. Ik heb Frank de Boer wel hoog zitten als trainer. Hij heeft ons niet voor niks vier van de vijf jaar kampioen gemaakt. Alleen het voetbal was niet leuk. Kijk, jij bent vaak op de club, ik ben vaak op de club. We spreken mensen, we spreken dingen, je hoort dingen. Trainingen schijnen ellenlange partijtjes te zijn. Worden heel vaak stilgelegd. Die om de minuut stilgelegd worden. Gaat schoolmeester Ten Hag weer wat zeggen? Dan denk ik, moet je dan als club niet gewoon zeggen. Oké, het is klote jaar geweest. Ten Hag is het niet, we nemen ons verlies. En pak dan de boeren meteen nu. Nou, dat is wel een lekker dikke dit. Zakaria Labiat is een aanwinst voor Ajax. Nou, daar ben ik heel snel klaar mee. Nou, jij? Nou, dat is geen aanwinst. Nee, dat is geen aanwinst. Maar dan zal ik je zeggen waarom niet. Die is gehaald dan door Ten Hag. Ja. En Ten Hag gaat niet blijven bij Ajax. Dat is één. Maar weet je wat ik ook niet begrijp? En als de hele technische staf en je scouting, of de technische staf, maar bijvoorbeeld Overmars en die gasten en de scouting, die willen hem niet. En je haalt hem dan toch om je trainer te pleasen, ja. Dan gaat dat nooit een succes worden. Dat wou ik zeggen. Het is bijzonder dat met name de scouting, dat die zegt op een gegeven moment, dat doet eigenlijk maar niet. En dat je eigenlijk voor meneer Ten Hag, waarvan je nu al twijfels hebt, tenminste wij allemaal zo ongeveer, behalve Ajax zelf. Ik ga even een stukje die kant op. Wat zou nou echt gigantisch kloten zijn voor aankomend seizoen? Zit maar minder dan 11. Als ze allemaal weggaan en Ten Hag blijft. Wat zou er nou klasse zijn als het volgend seizoen gebeurt? Als je de 34e landstitel pakt. Als je inderdaad in staat bent om spelers als Tadic naar Ajax toe te halen. Zit ik hier veilig? Nee, maar dat ga je zo merken. Nou, we gaan Jan even laten schrikken. Gaan we even de plas op. Dat is een cameraatje. Nou, komt hij aan. Ja. Dus Tadic is een versterking voor Ajax. Als Ziyech onverhoopt weggaat en je kan Tadic terughalen. En je zet daar Donny van der Beek naast en Frenkie de Jong. Precies. Dan denk je dat je heel naar middenveld gaat. Middenveld hebt. Dus. Is het een reële kans? Nou ja, als Southampton degradeerd hebben stoven, dat gaat niet gebeuren. Want die hebben zich zo goed als zeker veilig gevoetbald. Ja, en dan zou het een reële kans zijn, want dan mocht hij voor een bepaald bedrag weg. Maar hij is met afstand de beste voetballer die hun hebben. Ja. Dus ik denk dat de kans veel groter is dat er een club uit Engeland hem wel oppikt. Ja. Maar dat het de versterking is, daar zijn we het wel over eens. Dat denk ik zeker. 30 miljoen voor Neres, strikken eromheen en verkopen. Ja. Ik zou nog even wachten. Ja. Je bent nu heel vroeg. Als we nu al beginnen met 30 miljoen, ja. Dan denk ik dat die 40, 45 miljoen ook wel kan komen. Ja. En dan zou ik zeggen, haal die Johan Baks maar op van AZ. Die wat jij niet zo heel goed vond tegen Ajax. Nee, maar die zou ik toch maar ophalen. Het zou zomaar kunnen dat Ajax deze zomer gewoon 150 tot 200 miljoen binnenhengelt. Oh, deze is leuk. Ajax moet Kluivert kosten wat het kost behouden. 1,5 miljoen per jaar is een schijntje of een grijntje. Ja, meneer Kluivert, dat is heel simpel. Meneer Kluivert moet eens een keertje leren. Met alle respect voor de aardige jongen. Maar hij zal eens een keer moeten leren om eens bij, ook bij hem met zijn twee voetjes op de grond te blijven staan. Hij is nog geen Patrick Kluivert. Hij heeft een paar wedstrijden naar Ajax 1 gevoetbald. Hij heeft een keer in het Nederlands zelf te mogen debuteren. En that's it dan. Hij heeft een paar aardige doelpunten gemaakt, ook tot je dienst. En voor de rest moet hij nou eens een grote mijl houden. En helemaal met die Raiola stoppen. En gewoon bijtekenen een aantal jaren. Wil hij nog een voetbalcarrière nastreven, dan zal hij eieren voor zijn geld moeten kiezen en niet weg moeten gaan. Weet je? En als hij graag wil, gaan. Weg. Wat Ajax moet doen is stoppen met die gesprekken. Kluivert een e-mail sturen of een brief sturen en daarin zeggen je wordt op die en die datum verwacht bij de eerste training van Jong Ajax. Boei was een van de grootste talenten van Ajax. Ja. Ja? Kwam ook bij meneer Raiola. Nooit meer wat van gehoord. Ja, bij Pek Zwolle een jaartje meegebald. Hoi. Hoi.
Ajax pakt komende seizoen de 34e landstitel. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, slechter als dit jaar kan het niet. Alleen waar ik wel mee zit, dan moet je wel van kiet af aan goed beginnen. Ja, ja, je zal je selectie op orde moeten houden. Ja, maar als je al begint met je plan B dat je hebt. Kijk, stel dat de boer nodig gaat zijn, dan heb je al achterstand. Zit erop voor dit jaar? Nou ja, dit seizoen. Ja, het jaar is nog lang. Dus, we gaan een stukje varen. Zie je in augustus. Doei doei. Wat een rust. Het is wel een leuke aanschot. Zo'n bootje wegvaart, zonnetje erbij.